Hey luidjes, nou hier zijn we weer. Tweede week in Tiel voor een ringetje. En vandaag doen we een keer wat anders. Vandaag gaan we een keer een telefoon aan het water proberen te halen. Het net legt op plaats, zie ik, dus dat is wel makkelijk. Michiel was het, hè? Michiel, ja, mijn dochter was hier aan het spelen. En de telefoon die valt in het water. Dus toen zijn we op gaan zoeken op het internet en toen kwamen we jullie tegen, dus contact opgenomen. Juist. En hier ben je. En je bent ook zelf het water in geweest, begreep ik, met de blote voeten. Maar het is niet zo diep, maar het is wel bagger. Ja, dat was ik al bang voor. Ja. Nou ja, goed jongens, we gaan in ieder geval eventjes lekker met stinkende best doen. Hey, en hij is hier naar beneden gevallen? Ja. Het is een beetje tot de hoogte van het tafeltje, zeg maar, is hij erop gestuiterd. Ja. En hier naar beneden. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Nou ja, dat moet op zich niet zo'n probleem zijn natuurlijk. Hopelijk. Voor jou misschien niet. Ja, nou, we gaan mijn best doen. Ik ga mijn waterpak even aan doen. Koffie? Doen we dat als ik eruit kom. Dat kan ook. Dan kan ik weer opwarmen. Helemaal goed. Ja. Nou dan. Daar kan het wat dieper zijn hoor. Ik ben de vorige keer via die kant erin gegaan. Maar... Dat werd wel beter. Daar heb ik ook altijd die schip. Ja, dat ken ik Sop. Ik zei het bagger. Je zat er echt zo in, het zat je erin, hè? Ik ben vlogger geworden. Hallo. Hey, goedemorgen. Het kan natuurlijk ook wat anders zijn wat er. Ja, goud en zo liggen hier ook hoor. Vast. Nee, maar wat. Piepie is weg. Ja. Piepie zit nou in de bak. Ja, hij heeft net even geluisterd wat voor geluid dat hij op zijn eigen telefoon maakt. Oh. Ik denk dat het gewoon een stukje is. Kijk, dat is één. Dus hier is geen wat te zoeken, hè? Dus dan pak je wel geluid op je telefoon. Ja, en hij heeft een soort prikker dat hij bij hem. Dingetje. Ja, het wordt een beetje hier op de hoogte van mij, denk ik. Inderdaad, de onder wel. Ja.
mijn wetsuit maar aangetrokken, want anders ging dat niet. Ik ben daar met UMC mondjesmaat bezig. Om centimeter voor centimeter te zoeken. Hij moet het toch leggen. Nou, de sloot is om er wel weer mooi schoon. Dat is heerlijk zo, in al die klei en de voelen. Is goed voor je huid. Gadsverdedig, maar niet kijken naar binnen. Maar hij zit er echt onder, hoor. What the fuck? Hij heeft hem gewoon, joh. Jeetje, meneetje. Jongens, jullie zien hoe lang ik bezig ben geweest. Het is echt ongelofelijk. En ik voel hem hier ineens. Ik word weggeduwd en ik voel ineens voel ik wat flaks. Nou, super. Nou. Wat zei? 10:45. Oh. U ziet het. En 9:00 begonnen. Oh. Nou, toch weer dik 1,5 uur bezig geweest. Eerst in mijn waadpak, maar toen kon ik hem niet, zag ik hem niet. Ja, ik ben super blij, echt waar. Zonder dolle. En de aanhouden win. Nou ja, je ziet het. Ja, je moet eventjes door de blubber heen. Maar goed, we hebben hem wel gevonden, jongens. Dus ik ben er weer blij mee. Ja. Leg ik hier in het water en ik voel wat. Ik voel wat. Komt het tevoorschijn, jongens. Wat zo, Donny. Gadsverdedig, maar meer te kijken naar binnen. Maar hij zit er echt onder, hoor. Zo, even schoonspoelen. Nou. Ik kan er nog een appje versturen ook, zie ik. Hey, jongens, we hebben hem weer gevonden en hij werkt nog. Dus daar gaat het om. Zo. Hoe kan het dat hij dat nog doet, jongen? Hij zei. Gaat u eens, mevrouw. Echt bijzonder gewoon. Nou. Ik vind het echt knap. Ja, hè? Gevondenverloren.nl. En hij doet het weer. We deden het weer. Ja. Echt bizar. Nou.